Het is knetterwarm. Het is tijd voor theeleuten. Elke maandag hebben wij een fantastische aflevering. Maar ik wil je wat laten zien. Ik neem jullie mee. Daarom zie je daar een ventilator. En die draait. En dan ga je niet met het warme weer tegen. Dat drink je niet. Dus lekkere limonade. Op na het intro. Ja, en theeleuten, we zijn weer terug. Ik verstikte me zo wat. Het is toch wat. Het weer is warm, het is benauwd, het heeft warme temperaturen, maar er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd wat jullie gewoon ongelooflijk. In een aantal delen van het land heeft het flink geregend. En omdat we natuurlijk ook een beetje pretparkfreak zijn, is er ook wat gebeurd in de pretpark. Ik laat jullie de eerste foto zien. En de eerste foto is misschien schokkend, maar dit is een duidelijke foto van de Fata Morgana. Nou, je kan al zien, ongelooflijk dat die mensen nog steeds lopen. Maar ja, je gaat het dagje uit of je gaat het niet. En hier zie je dus duidelijk dat mensen zin hebben om gewoon heerlijk even de Fata Morgana, het is geen Fata Morgana, om de vliegende vaak hier even te zien. Excuus dat ik hier een fout in maak. En hier zien we nog een foto. Kijk, dit is namelijk op het plein. Je kan zien dat het verschrikkelijk onder water is gelopen en dat het weer keihard heeft toegeslagen. Ongelooflijk. Jongen. En hier is het benauwd. Het is ook echt, ik zet mijn cam goed, het is warm, het is vies weer. En ja, dan is het heerlijk om zo'n heerlijk koude limonade te drinken. Heerlijk, dus geen thee vandaag. Oké. Dus de Efteling heeft het een beetje gepakt. En ja, dat hoort erbij. Soms met zware regenbuien gaat dat gebeuren. Ik heb deze week, of eigenlijk vorige week, wat leuks gedaan met de crew. Jullie hebben het vast op mijn kanaal gezien. Het was eigenlijk niet te missen. En dat was eigenlijk een video. En daar laat ik jullie een stukje van zien. Hier zie je een stukje. En hier waren we dus op de Tilburgse kermis. En nou, zoals je kan zien, hier is de compilatievideo. Het was echt ontzettend groot. Je ziet alleen maar mijn hoofd in beeld. Nou, we gingen ook in de achtbaan, zoals je ziet. En dat twee loopings. Dat zie je ook hier. Daar zijn we twee keer in geweest. Dat was echt een fantastische achtbaan. Nou, natuurlijk hoop van die speeltjes. Nou, daar ga ik nooit in van zulke attracties. Dat vind ik nooit. Wel Tim en Kenzo. Hier zijn we wel in geweest, in de Tower. De Tower was een fantastische attractie. Met een hele nieuwe idee van Dark Ride. Dat je erin zit. En natuurlijk het Spookhuis. Wat natuurlijk een beetje lijkt op Droomvlucht. Nu we een beetje in de Efteling sfeer zijn met deze theeleut video. En de Droomvlucht was natuurlijk wel een... Kijk, dat waren echt karretjes, ziet. En die man, let op, die man, die had een rat bij zich en dan liet hij die mensen schrikken. Fantastisch. Ja, joh. En deze hier heb ik me kapot ingelachen in deze attractie. Ik zei nog tegen Roby van deze attractie, die draait niet hard rond. En wat dacht je? We waren op een gegeven moment zat met Koen en Kenzo uit mijn hoofd. En Roby en ik. En toen op een gegeven moment gingen we bocht en we gingen zo hard. We gingen zo hard tollen en spinnen. Nou, ik heb het kapot gelachen. Ik had het niet meer. Ik traan in mijn ogen. Ik had wat ik tegen Roy zei. Oh, dat was ook gaaf. Dat was die Dark Ride. En die Dark Ride was Pirates of the Caribbean idee. De Pirates Avengers. Dat was een soort Villa Volta idee. Dan ging je met z'n allen in kooien. Of in kooien in kamers. En dan kwam er een verhaaltje en dan gebeurde er iets met poppen. Nou, hier natuurlijk de achtbaan. Fantastisch. Hele soepele achtbaan. Heel fijn om daarin te zitten. En nou ja, het was een fantastische dag. Echt, we hebben echt ons geamuseerd. Nou, dat is het belangrijkste, hè? Dat is altijd belangrijk. We kwamen ook nog Bart tegen. En Bart, die was daar ook op de kermis. En Bartje, die kende mij van mijn kanaal. En het was toevallig dat ik hem trefde. Want hij zei van, ja, ik wou met jullie wel heel graag mee. Dus hij is de hele dag met ons mee geweest. En s'avonds zijn we naar de film geweest. How to Train Your Dragon 2. En dat was best wel een leuke film. Was wel een aanrader. Hij is anders dan deel 1. Maar ja, in deel 1 leer je het verhaal kennen. Ga je met karakters kennis maken. In deel 2 weet je al die karakters al. Je weet wel een beetje hoe het is, die situatie daar. En dan gaan ze toch iets anders ervan maken. Net als in Despicable Me. De verschrikkelijke ik. Deel 2 was ook ineens heel anders. En dat, ja, dat maakt het wel gaaf. Nou, bedankt voor het kijken naar Theeleuten. Volgende week zijn we hier terug met een nieuwe aflevering. We gaan lekker praten. Ik kom er niet meer uit. Praten met jullie. En tot dan. Doei, doei.